Dit is toch niet te geloven, hè? Normaal gesproken ben ik altijd of te laat, of op tijd, maar in ieder geval sowieso nooit de eerste. En we zouden hier afspreken om 12 uur en ik ben gewoon de eerste. What the fuck? En ja, ik ben al door de hele kontrijen heen gereden hier om te checken of iemand van de Honda Fanatics ergens anders staat. Maar nee, ik ben echt de eerste. Dus dit is een first. Ah, kijk eens. Volgens mij heb ik daar twee van mijn broeders. Oh ja, ho, oh ja, ho, ho, ho. Yo mafketels, mijn naam is Stijn. Leuk dat je kijkt naar deze video. We gaan even een ritje doen met Mark, een paar Fanatics dus, een paar honderd Fanatics en nog wat andere mensen die we kennen. Dus, ik hou Mark zo goed als bij. Dit is nog eens een keer een goede manier om je zondag te besteden. What the fuck? Lekker maat.
Loop best, hè? Ja, dat is niet normaal. Jij mag niks meer maken, hè? Jij mag bijna niks meer maken. Nee, nee, inderdaad. Hij ging net aan het einde, maar mijn loopt veel te rijk. Dus ik zou nog iets kunnen perfectioneren. Maar hij loopt echt lekker. Dat ding kan zo slecht sturen, dat is echt geweldig grappig. Mag je rijden, lol. Mission failed. Hij schoten ze vrij. Huh? Hij schoten ze vrij. Mijn kentekenplaat houden is nog iets verder aan het wegsmelten. Shit. Ja. Wat de fuck was dat? Ja, accubakje. Ja, hij heeft zijn zijkappen er ook niet op zitten. Dus ik denk dat dat ding er dan zo af kan vliegen. Bij mijn neutraal schakelaar. Huh? Bij mijn neutraal schakelaar lekt de mijne. Oh. Alweer. Die moet erin doen. Hey. Alleen weer baas. Ja? Nee joh. Nou doet hij het weer. De baas komt net af hier, maar... Eén keer hè? Huh? Ik wil het pijpen. Even afloppen. Ja, dan moet ik
dit is toch wel weer mooie shit. Althans, het is in die zin balen. Maar de Honda NB van Paul had net een vastloper toen hij echt voluit ging en dat ding op knijten had. Maar, hebben we hem aangeduwd, hij loopt weer en hij rijdt voorop. Geweldig, maar ja, er zal wel een revisie aan toe zijn, dus op iets. Godverdomme. Dus. Of mijn benzine is bijna op. Of ik heb zojuist een warmloper. Mijn benzine was op. Uh-oh, ik zit op reserve. En we zijn pas in Tel. Mark! Ja, dit is dus echt heel kansloos. Jullie zijn verplicht namelijk om 1 E5 pomp te hebben per tankstation. En jullie hebben geen enkele E5. Of is dit ding toevallig een 50? Meetvermogen. Hey. Wat zoek je? Tweetakt, maar werkt deze ook nog? Ja, zeker. Super, is dat ook E5? E50. Nee, maar is het E5 of E10? €95 zit erin. Met olie. Ja, zeg maar, want de nieuwe 95 zijn allemaal E10. Ja, dat zit dit ook. Ja, daar mag je niet in. Nee. Alles, echt alles is E10. En dus zelfs de pomp hier met twee takt is ook E10, zegt ze. Ben je leeg dan of zo? Ja, nou ja, ik zit in reserve. Wat is reserve bij dit ding? 800 milliliter of zo. Dan ben ik gewoon fucked. Denk je even niet zo. Ik heb toen even eigenlijk de camera uitgezet, maar ik vind het wel even belangrijk om dit te vertellen. Namelijk, ik heb uiteindelijk dus toch E10 getankt, alleen ik heb wel mijn eigen olie gebruikt, want die had ik gelukkig mee. Belangrijke les hieruit is, gezien Mark heeft getest dat E10 enorm oxideert, dus eigenlijk veel te veel vocht heeft, waardoor het niet lang kan blijven staan, zou je in theorie dus wel met E10 kunnen rijden. Als je direct het vervolgens eigenlijk oprijdt. En gezien wij nog een best flink stuk gingen rijden, wist ik zeker dat ik dit keer wel E10 kon gebruiken. Ik raad het dus niet aan, altijd E5 als het kan, maar goed, nu even niet. Nou. Jezus. Wat een ding, joh. Jongens, een dik V-blok. En dan valt het nog mee, want dit is volgens mij, ja, wat is dit, iets van, wat was dit nou, ik weet niet meer, het was nog niet eens 1000 volgens mij was het een 700 of zo. Maar dit, oh mijn god, dit is echt een onding om te keren, maar tegelijk ook weer niet, want het rolt zo verschrikkelijk makkelijk. Hé, wat gek dit, joh. Ik zat even met klep dicht doen gezien de wind. Nou, het klinkt echt ziek. Snap ik. Waarom? Ja, mooi dat ik eventjes rustig ging. Maar
nu snap ik wat Jan bedoelde met je vliegt er zo bijna af. Ik dacht eigenlijk, je zit een beetje achter dat stuur, weet je wel. Niet echt een probleem, leek mij. Maar ja, inderdaad, je wordt er zo wat afgerukt eigenlijk als je niet goed zit. Dat is heel vreemd. Nou, ik laat die zwaan even rustig. Dat zou ik sneu vinden. Eventjes, want dat wil ik toch eventjes doen. Ik bedoel, ik vind mijn ding een onding om te keren. Maar dit. Je kan gelukkig je stuur heel erg ver gooien. En dat maakt het dat het te doen is om te keren. Wat een gek ding, joh. Echt. Geinig, joh. Het loopt echt mooi, man. Het trekt nog best. Ik snap wat je bedoelt met dat je zeg maar alles in je face krijgt. Want ik dacht, nou ja, je zit een beetje achter die tank, dus je... Nou, dus niet. Je krijgt het flink voor je raapje. Maar de benzine was dus op, of? Ja, zijn benzine al in de warmte. Nice. Onze hele tank meegenomen. Ah ja. Ja, geniaal, joh. Paulus, adios. Nou, doe hem bedankt. Kan niet. Ja, dan wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Dan wil ik jou bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het vet? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer hier beneden. Druk op dat belletje. En dan zeg ik jou de volgende keer weer. Later!